air position muscle, dan hebben we enerzijds de rivier overflow. Aan de andere kant hebben we de endocrine hypothese. Want wat bleek nu het geval te zijn, vroeger werd gedacht van vetweefsel is eigenlijk maar een vrij saai weefsel. Bedoeld voor vetopslag en that's it. Nou ja, daar zijn we wel heel erg van teruggekomen. He, je hebt bij vetweefsel sowieso verschillende depots die allemaal weer anders gereguleerd worden. Maar het is ook duidelijk geworden dat vetweefsel een heel belangrijk endocrine orgaan is. En dat er vele factoren door vetweefsel afgegeven worden. Waaronder bijvoorbeeld leptine, adiponectine en cytokine. Dat zijn de drie voorbeelden waar ik wat nadruk op in wil gaan. En dit is alweer een enigszins verouderd plaatje, want de ontwikkelingen gaan razendsnel. Vooral met alle nieuwe methodologieën en dergelijke die we hebben op het gebied van, ik noem wat, proteomics. En worden er ook heel veel nieuwe eiwitten en peptides die afgegeven worden geïdentificeerd. Waarvan dan eerst weer gekeken wordt van is het relevant voor de mens, is het betrokken bij metabolische storing of wat is precies de fysiologische rol. Dus dat is ook nog een heel dynamisch gebied. Maar dit blijkt dus in insulineresistentie ook een duidelijke dysfunctie van vetweefsel te zijn. Eigenlijk die verstoorde capaciteit om lipide te bufferen is één aspect van die vetweefseldysfunctie, wat ik voor de pauze aangestipt heb. Als je ook kijkt naar de morfologie van vetweefsel, van hoe ziet nou een stukje vetweefsel eruit, wat je in dit plaatje ziet, dan zie je de grote adipocyten. Maar wat je ziet is dat er allemaal infiltratie is tussen die adipocyten van macrofagen. En dat is ook in insulineresistente omstandigheden een duidelijke karakteristiek van die vetweefseldysfunctie. Dat je macrofagen infiltratie hebt. En het is nu al duidelijk geworden dat het niet alleen macrofagen zijn die infiltreren in vetweefsel, maar ook andere immuuncellen zoals je T- en B-cellen die allemaal kunnen infiltreren in vetweefsel. En dat zowel die cytokines, die stof geproduceerd door onder andere adipocyten, dat die ook door macrofagen geproduceerd worden. En dat die bij kunnen dragen aan een toestand van inflammatie. Dat ze insulineresistentie kunnen induceren op niveau van je adipocyten. Maar ook een verhoogde glycolyse kunnen geven, wat weer bij aan lipide overflow. En een factor die ik wat aandachtstip is TNF-alpha, wat later. En hoe dat bijvoorbeeld effecten ook op glycolyse op vetweefselniveau kan hebben. En die adipocines, waaronder de cytokines, als die afgegeven worden door een vetweefsel, kunnen ze ook het substraat gebruiken, met je vetoxidatie beïnvloeden op perifere weefsels. Daar zal ik ook wat voorbeelden van noemen. Onder andere adiponectine en leptine kunnen dat. En op die manier kunnen ze een rol spelen bij perifere insulineresistentie. Maar allereerst, dus bij insulineresistente omstandigheden, je hebt een vergrote vetcellen, je hebt dysfunctie van vetweefsel, je hebt insulineresistente adipocyten. En ook die endocrine functie van vetweefsel is verstoord in type 2 diabetes, maar ook in het metabolsyndroom. En dan komen we op onze endocrine hypothese. Als je kijkt hoe die factoren verstoord zijn, zien we vaak in insulineresistentie de verstoorde secretie van die cytokines, waaronder de IL-6 en de TNF-alpha, een verhoogde afgifte van leptine, adipocine, recessine en verlaagde afgifte van adiponectine. Ik zal op een aantal van deze factoren gewoon nader ingaan. En dan heb ik een heleboel ook niet, want de PAI-1 dat is een factor betrokken bij bloedstolling, die verhoogd af wordt gegeven. Je hebt bijvoorbeeld je LPL waar mogelijk verstoringen in kunnen zijn. Hè? Dat is het type proteïnmutatie dat betrokken is bij de opname van triglyceriden. In de vorm dan van vetzuren in vetweefsel. Angiotensinogene en angiotensine, dat zijn twee adipocines die betrokken zijn bij de bloeddrukregulatie. Maar daar zijn die wel, waar heb je vast wel van gehoord, van het renin-angiotensine systeem.
Dus op die manier kunnen al die adipokines effecten hebben op je metabolisme. Nou, waar ik het eerst wat nader op in wil gaan, is leptine. Nou, leptine eigenlijk min of meer aan de basis heeft gestaan van heel veel ontdekkingen over de endocrine functie van vetweefsel. En in die zin dat het ons een heel belangrijk concept heeft gegeven. Nou, wat is leptine precies? Nou, leptine komt van leptos af, wat Grieks is voor dun. Het werd in 1994 ontdekt. Het is een eiwit met 167 aminozuren. Het wordt met name door de adipocyten geproduceerd. En het is sterk gerelateerd met vetweefselmassa. Dus hoe hoger je vetweefselmassa, hoe hoger het leptine niveau. En wat ik al aangaf, je hebt dus in vetweefsel die adipocyten, maar in dysfunctioneel vetweefsel heb je ook die macrofagen en immuuncellen die geïnfiltreerd zijn. En een aantal van de cytokines, bijvoorbeeld TNF-alpha, kan zowel door je macrofagen geproduceerd, door je immuuncellen geproduceerd worden, als door je vetcellen. En daar kan gewoon een belangrijke interactie zijn. Maar leptine wordt met name door je vetcellen geproduceerd. Het blijkt met name verhoogd te zijn in abdominaal subcutaan vetweefsel. Het wordt afgegeven dus in de circulatie en kan werken dan via de leptine receptor. En kan werken zowel op niveau van je centrale zenuwstelsel als wat meer perifere niveau van je levensspier. En het lijkt dus een duidelijke indicator te zijn van de hoeveelheid vetweefsel. Nou, al deze aspecten komen nog aan de orde. Nou, wanneer was nou precies die doorbraak van leptine? Nou, dat zien jullie hier, dat was aan de hand van de OBOB-muis. Nou, dat is een muis, zoals je al ziet, die sterk overgewicht ontwikkelt. Die een verstoring, en leptine is het product van de opgen. En leptine-deficiënte muizen, de opmuizen, die produceren dus geen leptine op sterk verlaagde leptine. Nou, wat zijn dan de karakteristieken? Die muizen die gaan heel veel eten, hyperfagie, en ze ontwikkelen obesitas, onvruchtbaarheid en diabetes. En wat heeft men nou ontdekt, en dat was een Nature publicatie, als je leptine aan deze dieren geeft, dan verbeteren al deze condities. Dus op zich een baanbrekende ontdekking. Ook als je kijkt naar de humane situatie, zijn er enkele gevallen bekend, die zijn vrij sporadisch, van leptine-deficiëntie. Die dus een mutatie hebben in het gen, wat de productie van leptine probeert. En daarbij leptine-deficiëntie hebben. En dan zie je hier een plaatje van een kind. Die inderdaad leptine-deficiëntie als gevolg van een genetisch defect heeft. En je ziet hier een plaatje van het gewicht en de leeftijd. En voor en na de start van leptine-therapie. En je ziet al een normaal gewichtsverloop dat is buitensporig. Hier zie je de percentiele aangegeven van hoe het normaal verloopt. Nou, het gewichtsverloop zit dus ver boven het 98e centiel. Als je kijkt op dit moment, zoals op de leeftijd van 8 geloof ik, wordt de leptine-therapie gestart. En je ziet inderdaad gelijk dat het lichaamsgewicht gaat dalen. Nou, hier zie je het verder verloop van de behandeling. Hier zie je van maand 0 naar maand 12. En de verandering in lichaamsmassa. En verandering in leermassa, dus met name spieren, vetmassa en totaalgewicht. En je ziet dus, ja, leptine blijkt gewoon de oplossing te zijn. Als je leptine toedient, zie je een duidelijk grote daling van lichaamsgewicht, wat met name een daling van vetmassa bestaat. En als je kijkt naar hoe dat mogelijk werkt, daar is ook een model voor ontwikkeld en dat is met name op basis van dierstudies ontwikkeld, een model. Dat leptine met name via centrale effecten, via hypothalamus werkt op gewichtscontrole.
En hoe werkt het dan precies? Nou, in het geval van toename in lichaamsgewicht, dan gaat die productie van leptine omhoog. Ja, je krijgt een grotere vetmassa. En die vetmassa, ja, ik had gezegd, van die leptine is proportioneel aan je vetmassa. Dus hoe meer vet je hebt, hoe meer je gaat produceren. Dat geeft een duidelijk effect naar de hypothalamus. En dat centrale effect resulteert in de redding van je voedselinname door leptine. En leptine kan ook andere effecten hebben, kan het energiegebruik via centrale effecten verhogen. Nou, als je gewichtsverlies hebt, heb je eigenlijk de omgekeerde situatie. Een daling in leptine gaat een signaal naar de hypothalamus, wat eigenlijk een respons geeft op starvatie, op vasten. En met als gevolg dat je voedselinname omhoog gaat en je energiegebruik omlaag gaat. En op die manier kan dat een hele belangrijke rol spelen in de regulering van het lichaamsgewicht in diermodellen. Nou, op basis van die eerste bevindingen dacht men van, wij hebben het probleem van overgewicht bij de mensen ook opgelost. Aan de oplossing van overgewicht. Maar ja, dat bleek helaas niet het geval te zijn. Als je kijkt wat leptinebehandeling bij mensen doet, en dan heb je het gewoon over obese mensen zonder verder enige genetische mutatie, want die zijn maar heel sporadisch, die mutaties in de leptinegen. Hier zie je een onderzoek wat hier in Maastricht uitgevoerd is bij obese mensen, die zijn op een lichte energie beperkt dieet, 3,2 mg per dag eten ze minder. We krijgen wekelijks een subcutaan 60 mg van leptine ingespoten gedurende een periode van 8 weken. Nou, als je kijkt naar het gewichtsverlies in de placebo groep en de leptine groep, blijkt daar geen enkel verschil tussen beiden te zijn. En dat blijkt ook in meerdere onderzoeken bevestigd. Ja? Je gaat eerst met hem dezelfde dieet. En leptine zorgt echt ervoor dat je niet zoveel honger hebt, hongergevoel, maar dat je nog steeds dezelfde dieet volgt. Of je het wilt eten of niet, maar je moet het eten, die hypo-energetische dieet, dan zal het geen groot effect komen. Dat is natuurlijk interessant. Misschien wel met die energy expenditure, maar niet met je food intake. Nou ja, dat is natuurlijk de vraag of ze inderdaad duidelijke effecten ook op energieinname hebben en op energiegebruik. Maar het blijkt inderdaad bij de mensen gewoon niet zo'n duidelijk effect te geven. Ook op de energieinname niet. Ja, de energieinname is bij de twee mensen vergeleken hetzelfde. Het is dezelfde dieet in ieder geval. Ja, ze hebben een mild hypo-energetisch dieet, maar ze werden daar wel enigszins in vrijgelaten, dus daar kon variatie in optreden. Okay. Maar het is in ieder geval dat leptine daar gewoon geen enkel effect liet zien. Je kan zeggen, ja, misschien omdat het onder hypo-energetische omstandigheden is het misschien wel minder uitgesproken, maar ook als je mensen gewoon gaat overvoeden of meer voeding geeft, of vrijlaat eten, blijkt er gewoon bij de mensen niet zo'n effect te zijn van leptine. Okay. Ja? Want als je ook kijkt naar wat zijn natuurlijk ontzettend veel studies gedaan, als je dan bijvoorbeeld over iets als PubMed kijkt en is naar de hits op leptine, zijn er vele studies geïnitieerd. En dat blijkt uit dus dat leptine, dat er dus bij obesitas geen sprake is van leptine deficiëntie of enige mutatie in het leptinegen, maar dat alleen leptine verhoogd was en dat het proportioneel was met de hoeveelheid lichaamsvet die er is. Leptine blijkt dus betrokken zijn bij de lichaamsgewichtregulatie. Dat is met name een model geassocieerd of gebaseerd is op diermodellen. Maar als je kijkt naar obesitas, dan zie je of in sommige zeldzame gevallen leptine deficiëntie. Maar de meeste mensen met obesitas hebben een leptine resistentie. Die hebben verhoogde niveaus van leptine in het bloed en de respons op leptine die is sterk verminderd. En dat concept ontwikkelt dus eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het concept van insuline resistentie.
En dat je ook een leptine-resistentie ontwikkelt. Nou, als je kijkt dat lage leptine-concentraties, die geven wel aanleiding tot ontwikkeling van overgewicht. Hè, bij bepaalde subgroepen die echt een leptine-deficiëntie hebben. Maar die leptine-deficiëntie is heel zeldzaam. En de meeste mensen met overgewicht hebben eigenlijk normale of verhoogde leptine-concentraties en leptine-resistentie. En ze reageren daar ook minder op. Ja, dus leptine lijkt eerder een hormoon te zijn wat in lage concentraties tijdens de gepaste toestand van belang is, dan dat het een rol speelt bij verzadiging bij obesitas. En waar dat nog heel duidelijk ook in wordt geïllustreerd, is een studie, die zal ik nu na laten zien, hè, waar men ook aangetoond heeft dat je perifere effecten van leptine hebt. Hè. Dus leptine werkt niet alleen via het centrale zenuwstelsel, maar ook op verschillende andere organen wat meer perifere. En als je kijkt naar leptine-receptoren, dan zijn die ook aanwezig in de lever, de skeletspier en vetweefsel. En als je kijkt naar effecten van leptine, blijken er ook verbeteringen in de insulinegevoeligheid op te kunnen treden, juist onafhankelijk van veranderingen in lichaamsgewicht. En op basis daarvan kwam men tot het idee dat naast die centrale effecten in lichaamsgewichtregulering, die bij de mens dus duidelijk, in obesitas duidelijk minder belangrijk zijn, in normale obesitas, zou het ook heel goed kunnen dat leptine belangrijke perifere effecten heeft. Nou, dat blijkt uit deze studie. Men heeft bij de mens vele studies gedaan, onder andere studies bij patiënten met lipodystrofie. Die heb ik al eerder aan de orde laten komen. Hè, waar dus die mensen die hebben dus geen vetweefsel om hun vetten goed op te slaan. Daarop krijgt men een lipide overflow in de circulatie. En wat resulteert in de opslag van veel vet, onder andere op niveau van je lever en je spieren. Wat insulineresistentie kan induceren. Doordat die mensen nauwelijks vet hebben, hebben ze ook hele lage leptineconcentraties. En dan wat blijkt nou als je die mensen gedurende langere tijd met leptine behandelt, dat dat heel effectief is. He? Dus onder omstandigheden waar dat leptine niveau heel laag is, blijkt leptine toediening wel effectief te zijn. En dat zie je in dit plaatje. Hier zie je de hoeveelheid intramyocellulaire lipide en hier de hoeveelheid lipide op leverniveau. Voor en na leptine behandeling. We zien dat er een duidelijke daling is in zowel de hoeveelheid intramyocellulaire lipide als de hoeveelheid lipide op leverniveau. Dus de intra-orgaan lipide accumulatie wordt sterk gereduceerd. En als je dan vervolgens kijkt wat dat doet met insulinegevoeligheid, insulineresistentie. Dit is op lichaamsniveau, je glucose-infusierate. Dat de maat is voor de insulinegevoeligheid. Vinden jullie daar een beetje mee bekend hoe dat bepaald wordt? Gouden standaard techniek, even heel kort, daarvoor is de hyperinsulinemische uitglycemische klem. Nou, wat wil dat nou zeggen? Je geeft eigenlijk een vrij hoge dosis van insuline aan mensen in een hoge fysiologische range. Die hou je constant. Nou, de insuline gaat natuurlijk de glucoseopname in het lichaam stimuleren. En tegelijkertijd ga je glucose bijinfuseren. Nou, die glucose-infusierate is dus een belangrijke maat voor je insulinegevoeligheid. En wat je kunt je voorstellen, moet je heel veel glucose bij gaan geven. Dat betekent dat insuline die glucoseopname in het lichaam heel erg stimuleert. Dus hoe meer glucose je bij moet geven om een stabiel glucoseniveau te handhaven, hoe insulinegevoeliger je bent. Als iemand vreselijk insulineresistent is, zal dat insuline niet echt die glucoseopname op lichaamsniveau stimuleren of veel minder. En dan hoef je maar een heel klein beetje glucose bij te investeren. Dus hier zie je glucose-infusierate, wat dus een maat is voor insulinegevoeligheid. Dan zie je voor de leptinebehandeling en na de leptinebehandeling zie je een hele grote toename in de glucose-infusierate. En als je ook kijkt naar de onderdrukking van je glucoseproductie van de lever, hè, wat dus ook een maat is voor de insulinegevoeligheid van de lever, zie je dat die onderdrukking ook weer veel beter is na leptinebehandeling. Dus leptinebehandeling blijkt wel heel effectief te zijn onder condities waar je eigenlijk vrij, waar je sprake is van leptinedeficiëntie.
He, maar dus bij humane obesitas is er geen sprake van leptine-deficiëntie. Integendeel, je hebt een verhoogde leptine-productie, maar daarnaast ook een verminderde werking van leptine. De leptine die reduceerde die lipotoxiciteit in die lipodystrofe mensen. Maar obesitas en insulineresistentie worden gecharakteriseerd door normale en verhoogde leptine-niveaus. En je hebt leptine-resistentie in deze omstandigheden. En dus eigenlijk blijkt nu vanuit de literatuur naar voren te komen dat de belangrijkste werking van leptine ook bij lage concentraties is. Het is effectief als er echt sprake is van leptine-deficiëntie en niet bij hoge concentraties bij obesitas. Omdat je vaak dan ook die leptine-resistentie of die werking kan. Is dat duidelijk zo bij? Het tweede adipokine waar ik op in wil gaan is adiponectine. We weten die adipokine, dat is de verzameling van alle stoffen die afgelopen gegeven secretie is verstoord bij obesitas en insulineresistentie. En de meeste adiponectines worden verhoogd afgegeven, maar adiponectine wordt verlaagd afgegeven. Nou, adiponectine is een eiwit met 247 aminozuren. Het is een grote 30 kilodalton eiwit. Het is in 95 ontdekt. Het wordt alleen door adipocyten afgegeven. En het blijkt dat adiponectineconcentraties invers geassocieerd zijn met lichaamsvet. Dus hoe meer lichaamsvet, hoe lager die adiponectineconcentratie. Dus het is vaak lager in obese, insulineresistente en type 2 diabetes personen. Of in personen met metabolische syndroom. En het neemt toe na gewichtsverlies. Het wordt met name ook, wordt door verschillende vetdepots afgegeven, maar de secretie is verhoogd in de visceral adipocyte. En heeft eigenlijk, als je kijkt over naar de literatuur, een sterkere correlatie met insulinegevoeligheid dan met lichaamsgewicht. Dus het blijkt met name ook in het ontstaan, of het blijkt met name met insulinegevoeligheid. Nou, er bleken ook adiponectine receptoren te zijn. Adiponreceptor 1 wordt in veel weefsels komt tot expressie. Dus met name de hoogste expressie wordt in het skelet. En adipo-R2 wordt het meest uitgesproken, komt het meest uitgesproken tot expressie in de lever. En als je kijkt naar die expressie van de receptoren, is die verminderd in obesitas. Nou, in adiponectine heeft ook heel wat opzien veroorzaakt. Door een Nature Medicine paper wat gepubliceerd werd. Als je kijkt naar verschillende muismodellen die getabiliseerd worden door obesitas, lipideaccumulatie en insulineresistentie, blijkt dat adiponectine deze processen allemaal verbetert. Het vermindert lipideaccumulatie, verbetert insuline. Ik zal niet op al deze modellen verder ingaan. Maar hoe zou het mogelijk kunnen werken? Daar kwam ook een hele duidelijke hypothese over. Adiponectine wordt door wit vetweefsel afgegeven. En je hebt verschillende vormen. Je voelt high molecular weight adiponectine. Of je kan ook omzetten naar een globulaire adiponectine. Nou, dat wordt afgegeven en dat kan een werking hebben op zowel je lever als je skeletspier. Nou, hoe kan dat mogelijk dan werken? Uiteindelijk, als je kijkt naar beide, heeft die werking het resultaat dat je verminderde lipideaccumulatie, dus een verminderde triglyceride hoeveelheid krijgt en een verhoogde insulinegevoeligheid. En op leverniveau kan dat werken via ANPK, een verhoogd niveau van ANPK. Volgens mij hebben jullie dat wel eens gehad, of niet, ANPK? En dat is een hele belangrijke fuel sensor, die een hele belangrijke rol speelt ook bij je koolhydraat en vetoxidatie. Nou, een verhoogd niveau van ANPK kan direct je vetoxidatie stimuleren. Het kan ook effecten hebben op je glucosestofwisseling, namelijk
proces van je gluconeogenese, wat daardoor geremd wordt. Adiponectine kan daarnaast ook via effecten op IPAR-alpha ook effecten hebben op je beta-oxidatie. En al deze processen, dus resulterend in verhoogde beta-oxidatie, kunnen resulteren in minder triglyceride-accumulatie en bijvoorbeeld insuline met voedingsbehoefte. Nou, op spierniveau vindt dan eigenlijk via wat vergelijkbare mechanismen plaats. En waarschijnlijk is het toch het globulaire adiponectine wat daarbij een belangrijke rol speelt. Via AMPK kan het je beta-oxidatie stimuleren. En hoe gaat dat dan precies? Op spierniveau acetyl-CoA-carboxylase, dat daalt. En acetyl-CoA-carboxylase, acetyl-CoA-carboxylase is een belangrijk enzym wat betrokken is bij de vorming ook van malonyl-CoA. Daar heb je misschien ook wel eens van gehoord. Maar malonyl-CoA is een belangrijke regulator van je mitochondriële, of je transport over het mitochondriële membraan van vetzuren. Hoe hoger je malonyl-CoA, hoe lager het niveau van je CBT1, hè, wat het enzym is wat betrokken is bij het transport van vetzuren, de mitochondriën. Nou, dus door een remming van je ACC, en ACC2 is het specifiek, dan krijg je een hoger transport van de vetzuren die hierin en een hoge beta-oxidatie. En ook heb je via AMPK andere effecten. AMPK kan effecten hebben op glucoseopname via een stimulatie van je C4-translocatie. En verhoogd AMP kan ook aanleiding geven tot een verhoogde IPAR-alpha, wat natuurlijk ook weer een belangrijke factor is die betrokken is bij de beta-oxidatie. Dus via verschillende wegen kan adiponectine effecten hebben ook op je perifere substraat gebruiken. Dat was in die zin wel een beetje een nieuw concept. En op die stoffen, op die factoren die door vetweefsel afgegeven worden, direct, enerzijds natuurlijk centrale effecten kunnen hebben, zoals peptides, maar dat voor de meeste stoffen ook weer receptoren aanwezig zijn op verschillende weefsels, waar ze dus direct effect kunnen hebben op je substraatgebruik. Nou, er zijn verminderde adiponectine effecten bij obesitas. Nou, hoe komt dat? Nou, allereerst omdat adiponectine niveaus verlaagd zijn. He, je hebt verminderde adiponectine effecten daardoor. He, wat mogelijk aanleiding kan geven tot insulineresistentie. Onder andere via de mechanismen die ik net in het vorige plaatje beschreven heb. Maar obesitas wordt ook gekenmerkt door hyperinsulinemie. En we weten dat die hyperinsulinemie ook die receptorexpressie van adiponectine R1 en R2 omlaag kan brengen. En waardoor je ook een verminderde werking weer krijgt, verminderde adiponectine effecten krijgt. En insulineresistentie, wat op zich weer een vicieuze cirkel is, wat weer resulteert in hyperinsulinemie, wat weer bij kan dragen tot een verminderde expressie van adiponectine. Dit gedeelte is vrij goed beschreven, ook in de literatuur, hè, dat je verminderde adiponectine niveaus hebt. Hoe die mechanisme van die downregulering van die receptoren precies verloopt, dat is nog niet helemaal opgenomen. Nou, in die zin zou je kunnen zeggen, want er is heel veel belangstelling voor adiponectine. En nu is er nog steeds heel veel onderzoek naar te kijken wat alle werkingen kunnen zijn. Maar waar bijvoorbeeld de industrie dan in geïnteresseerd zijn wij natuurlijk ook. Als wij dus meer te weten komen over hoe zo'n adiponectine werkt, is dat dan mogelijk een therapeutische target? En kunnen we dan door het toedienen van iets de werking van een stof van de adiponectine verbeteren? Wat gunstig zou zijn in de behandeling van obesitas of het metabool syndroom? Ik wil dat nog even aanstippen, dat gaat eigenlijk meer om het concept, want bij alle verstoringen die aangetoond worden, kun je jezelf de vraag stellen van, is dit mogelijk een therapeutische target? En kunnen we gewoon dit proces stimuleren en zal het tot een verbetering van profielen leiden? Maar zo voor adiponectine, als je kijkt van, nou, het is duidelijk verlaagd, insulineresistente omstandigheden, zou je natuurlijk weer adiponectine gewoon toe kunnen dienen aan mensen. Maar je zou ook via bijvoorbeeld PIPA-gamma-agonisten, onder andere TZD's, die hebben een stimulerende effect op je vetceldifferentiatie. En dat zou ook je plasma-adiponectine-concentratie herstellen.
kan je bijvoorbeeld oprichten van, nou, we moeten eigenlijk die connectine receptoren opreguleren. En dat zou bijvoorbeeld ook door de PPARs mogelijk kunnen. En verder, als je ook kijkt naar bijvoorbeeld voeding, wat natuurlijk ook een belangrijk aangrijpingspunt kan zijn, heb je osmotine in bepaalde fruit en groente zitten. En osmotine is een adiponectine receptor agonist. En zo zijn er verschillende mogelijkheden waarop bepaalde metabolische processen wel gescreend worden, wat mogelijk interessant kan zijn om verder te ontwikkelen tot een therapeutische target. En daar vind ik ook veel onderzoek op dat gebied. Als je dan kijkt naar wat algemene zaken met betrekking tot leptine versus adiponectine, is dus leptine duidelijk een adiposiek factor dat effecten kan hebben op vetoxidatie en fibrilleaccumulatie. Kan ook de lipotoxiciteit verminderen. Denk maar aan die studies bij die lipodystrofe patiënten. Die dus duidelijk minder accumulatie van vetten in hun spier en lever hadden. Het is verhoogd in het metabolisch syndroom. Er is sprake van leptine-resistentie en het is betrokken bij tilrecessie. Als je nou kijkt in dat vergelijk met adiponectine, is adiponectine ook een adiposiek factor. Is bij dezelfde metabolische processen betrokken. Het is echter verlaagd in het metabolisch syndroom. En het is niet echt duidelijk gedefinieerd dat er sprake is van adiponectine-resistentie. Als je kijkt naar adiponectine, dan is dat primair betrokken bij insulineresistentie, zoals het er nu naar uitziet. Terwijl leptine bij meerdere processen betrokken is. En tot zover vragen. Dan wil ik tenslotte nog iets vertellen over een van de cytokines, en dat is TNF-alpha. Als je kijkt naar TNF-alpha, dan wordt het niet alleen door adipocyten geproduceerd, maar het wordt ook door je macrofagen geproduceerd. De expressie van TNF-alpha op vetweefsel is verhoogd bij obesitas en diabetes. Het blijkt invers geassocieerd te zijn met je insuline gestimuleerde glucoseopname, met je insuline gevoeligheid, zoals het vaak hebben geïnteresseerd. Het daalt naar gewichtsverlies. En als je kijkt naar rattenstudies, de neutralisatie van je TNF-alpha door middel van de binding met een antilichaam. En dus dat is eigenlijk de werking, neem je weg, dat verbetert duidelijk je insuline gevoeligheid. Dus TNF-alpha heeft dus duidelijke effecten op insulinesignalering. En dit is in een review van Peter Arnold, dat het mechanisme hier goed weergegeven. Hier zie je eerst insuline signaaltransductie. Nou, dat denk ik allemaal bekend, neem ik aan. Dat zal inmiddels al een aantal keer de revue gepasseerd hebben. Nou, TNF-alpha kan op verschillende plaatsen interfereren in die insuline signaaltransductie. Door in de fosforilering van je op receptorniveau en van je IRS1 eiwitten te beïnvloeden. Door effecten te hebben en dan ook samen met vrije vetzuren op je ceramideproductie. En ceramide was een van die belangrijke lipide metabolieten die je interfereert ook met je insuline signaaltransductie. En door directe effecten op niveau van de GLUT4 translocatie te hebben. Als je daar nog wat meer in detail over wil lezen, dan zal ik zeker deze review aanbevelen. Maar daarnaast hebben we ook gezegd van je hebt die cytokines of adiponectines die geproduceerd worden, die worden afgegeven door vetweefsel en die hebben dan een effect of centraal of perifeer. Maar wat ik eigenlijk tot nu toe nog niet aangestipt heb, is dat die cytokines of adiponectines ook heel lokaal hele belangrijke effecten kunnen hebben. En daar ook je stofwisseling kunnen verstoren. En een voorbeeld daarvan is TNF-alpha. Want TNF-alpha kan namelijk effect hebben op het vetzuurmetabolisme in adipocyten. Het kan uiteindelijk de afgifte van vetzuren vanuit die adipocyten verhogen. Waardoor het weer bijdraagt aan het proces van lipideoverflow. Nou, hoe gaat dat dan op moleculair niveau?
Als je kijkt hier naar het proces, hier zie je het proces van vetzuuropslag. Via triglyceriden, vrije vetzuren die opgenomen worden, gevormd worden door triglyceriden, kan TNF-alpha effecten hebben op je eiwitsynthese. En daar effecten hebben op de effect hebben op productie van LPL, ATP en ACS. En dit zijn allemaal stofjes die weer betrokken zijn bij die hele cascade van triglyceriden naar vrije vetzuren, van vrije vetzuren, extracellulair, tot opname, tot opslag van triglyceriden. En op die manier kan TNF-alpha de opslag van vetzuren verminderen. Ja, maar ook als je kijkt specifiek naar het lipolytisch proces, kan TNF-alpha ook via een stimulering van MAP-kinase effecten hebben op gentranscriptie. En met name effecten op gentranscriptie van verschillende, uiteindelijk effecten hebben op de verschillende eiwitten die een remmend effect hebben op de lipolyse. Dat is je GI-eiwit, wat dan verminderd geproduceerd gaat worden, en perilipine. GI-eiwit is een belangrijk remmend eiwit in de hele lipolytische cascade. En perilipine is een van die bekende lipid droplet covering proteins. Ik weet niet of jullie er wel eens van gehad, iets van gehoord hebben. Het zijn eiwitten die eigenlijk je lipide druppel of je lipide in je adipocyte omringen en op die manier ook een belangrijke regulerende rol hebben in het proces van lipolyse. Maar althans is het belangrijk om te weten dat je minder perilipine stimuleert dat het proces van je lipolyse. En zo kan TNF-alpha effecten hebben op je lipolytisch proces en op je opslag en op die manier je lipide spillover en je lipid overflow stimuleren. Dus TNF-alpha kan een direct effect hebben op de insulineresistente adipocyte, dus zowel een autocrine of een paracrine effect, het effect op dezelfde cel of op omliggende cellen. Het kan effect hebben op de insulineresistente lever en de spier, dat is dan een endocrine effect.